Een goedemorgen allemaal. In dit filmpje wil ik iets vertellen over vergrotingsfactoren. En in dit filmpje zul je een paar termen zien, namelijk vergrotingsfactoren heb ik het continu over. Ik geef dat aan met de letter K, want anders moet ik continu het woord vergrotingsfactor opschrijven. En de twee woorden beeld en origineel. En die twee woorden wil ik even uitleggen aan de hand van een foto die je hier ziet. Iedereen kent namelijk wel een kopieerapparaat. En als je een kopieerapparaat bedient, dan moet je als eerste, de makkelijkste stap, je legt namelijk iets op dat scherm neer. En dat scherm is ook wel je origineel blaadje. Dus dat noem ik achter elkaar het origineel wat ik op mijn scherm leg. Druk je op die knop die hier staat, dan komt er een papiertje uit. En dat papiertje is ook al een gekopieerd papiertje. En dat noem ik het beeld. Nou, en aan de hand van die instelling die je in het kopieerapparaat doet, wil ik hem namelijk gewoon hetzelfde hebben. En dan blijft dat meestal op 100% staan. 100% staat ook wel voor factor 1. Wil ik hem misschien wel vergroten, dan zet ik hem op 200%. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt alles, alle lengtematen vergroot met een factor 2. En dus stel, een letter is dan 5 centimeter, dan wordt hij nu 10 centimeter. Maar zet je hem bijvoorbeeld op 50%, dan wordt alles kleiner, want dan is namelijk de vergrotingsfactor een half. Want stel, iets is 6 centimeter, ga ik dat vermenigvuldigen met een half, dan komt daar nu 3 centimeter uit. Dus op je kopieerapparaat zie je iets met percentages, maar wij gaan het in dit filmpje hebben over factoren. En factoren geven wij altijd aan met een getalletje. Dat zijn in ieder geval de woorden die je zo meteen ziet. Nou, aan de hand van een schema wil ik jullie laten zien wat je als eerste moet ondernemen. En daar zijn eigenlijk twee stappen voor. En stap 1 is te weten komen wat is je vergrotingsfactor. In sommige vragen wordt de vergrotingsfactor al gegeven. Ik zal zo meteen wat voorbeelden daarvan geven. Maar in sommige gevallen moet je het ook als eerste gaan uitrekenen. Nou, en als je het dan moet gaan uitrekenen, dan gaan we kijken, heb ik nou van beide plaatjes de lengtematen, heb ik nou van beide plaatjes de oppervlaktematen, of heb ik van beide plaatjes de inhoudsmaten. Dus je gaat van zowel het origineel als het beeld gaan kijken, wat weet je er nou van? Straks ga ik ook even uitleggen van jou, wanneer noem je iets het beeld en wanneer noem je het origineel. Nou, stap nummer 1 is dus te weten komen wat je vergrotingsfactor is. En dan ga ik dus kijken, heb ik nou te maken met mijn lengtematen, dan gebruik ik deze formule. Heb ik te maken met oppervlaktematen, dan ga ik die formule gebruiken. En heb ik te maken met inhoudsmaten, dan heb ik die formule. Ja, dus lengte beeld gedeeld door lengte origineel, dat kunnen we intypen in onze rekenmachine. De wortel van oppervlakte beeld gedeeld door oppervlakte origineel. Nou, let er altijd op dat dat wel tussen haakjes moet staan. En dan bij de inhoud, dan gaat het over de derde machtswortel van inhoud beeld gedeeld door inhoud origineel. En hier exact hetzelfde, zet dit wel tussen haakjes, want anders komt er een compleet ander antwoord uit. Nou, hebben we stap 1, dus heb ik mijn vergrotingsfactor uitgerekend, dan ga ik naar stap nummer 2. Want het is de vraag van, wat moet ik nou uitrekenen? Moet ik nou mijn lengte van mijn beeld uitrekenen? Moet ik nou mijn oppervlakte van mijn beeld uitrekenen? Of moet ik nou de inhoud van mijn beeld uitrekenen? Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik als eerste deze formule nodig heb om mijn vergrotingsfactor uit te rekenen. En uiteindelijk moet ik de oppervlakte van iets berekenen. En dan ga ik switchen naar die formule. Ja, dus het kan variëren per vraag. Nou, laat ik een voorbeeld noemen of laten zien aan de hand van een voorbeeld uit het boek. Hier gaat over een drogisterij en die verkoopt flesjes in allerlei maten, waarvan het kleine flesje 12,5 milliliter is. Er bestaat ook een groter flesje met dezelfde vorm. En dat is wel even belangrijk, dat die namelijk gelijkvormig is. En hiervan zijn de maten 1,5 keer zo groot. Hebben ze. 1,5 keer zo groot, dat wil dus zeggen dat wij onze vergrotingsfactor al weten. Dus stap 1 van het schema wat je net hebt gezien, hoeven we niet meer toe te passen. Want bij de vraag is, bereken de inhoud van dit flesje rondaf op 1 decimaal, dan gaan we achter elkaar naar stap 2 kijken.
Nou, wat ik dus al zei, de vergrotingsfactor is al gegeven. Je k is 1,5, dus stap 1 kunnen we overslaan. En dan zijn we achter elkaar bij stap 2. Maar let op, we moeten de inhoud vergroten. Dus je doet die 12,5 vermenigvuldigen met 1,5. Maar dan zijn we er nog niet. Want omdat ik het over de vergrotingsfactor heb met de inhoud, moeten we dat tot de macht 3 doen. Nou, om de inhoud van de grote fles uit te rekenen, doe je dus 12,5 keer 1,5 tot de macht 3. En dat komt uit 42,2 milliliter. Want de vraag is, rond af op 1 decimaal. En vergeet alsjeblieft de eenheid niet achter de vraag, milliliter. Nou, dus in dit geval konden we stap 1 overslaan. Nou, laat ik het gaan eens kijken naar de inhoud op het moment dat wij stap 1 niet hoeven over te slaan. Hier is een andere vraag. Bij een snackbar, een pontje, verkopen ze milkshakes. Een kleine beker heeft de inhoud van 0,3 liter. Heb ik het over liter, dan heb ik het dus over inhoud. Een grote beker milkshake heeft de inhoud van 0,75 liter. De bekers zijn gelijkvormig, hebben ze. Dus met andere woorden, ik kan iets doen met de vergrotingsfactor. Bij opgave 81 is de enige vraag, bereken de vergrotingsfactor. Dus, kijken naar dat schema wat je daar straks zei, hoef ik alleen maar stap 1 uit te voeren. Nou, hoe luidt stap 1? Ik ga deze formule toepassen. Wat ik weet van beide milkshake bekers, de inhoud al. 0,75 en 0,3. Dan ga ik hem invoeren. De derde machtswortel van 0,75 gedeeld door 0,3. Komt eruit 1,357. Ja, puntje, puntje, puntje. Nou, ik zet die puntjes neer omdat in sommige gevallen we stap 2 nog nodig hebben. En dan mag ik mijn tussenantwoord niet afronden. Dus ik gebruik dan het antwoord in mijn rekenmachine en daarmee ga ik het doorrekenen. Nou, maar bij deze vraag, opgave 81, vragen ze alleen bereken de vergrotingsfactor. Dus dan rond ik het af op 2 decimalen. Nou, stap 2 hoeven we dus niet te doen, want de vraag is alleen bereken de vergrotingsfactor. Maar stel je nou eens voor, ze hadden hier gevraagd bereken de vergrotingsfactor, of we weten dat de kleine beker een hoogte heeft van 6 centimeter. En wat is de hoogte van de grote beker? Nou, als dat nog de vraag zou zijn, dan kun je zeggen, oké, nu gaan we stap 2 nog even doen. En hoe doen we dat? Door de lengte uit te rekenen van mijn grote beker, door die 6 te vermenigvuldigen met, let op, dat onafgerond getalletje. Dus 1,357, ga zomaar door. En dat is dan je antwoord wat eruit moet komen. Nou, laat ik die even uitrekenen. 3 en dan 0,75 gedeeld door 0,3. En dat vermenigvuldigd met 6. Dan zou er uitkomen, als ik het afrond op 2 decimalen, 8,14 centimeter. Nou, probeer het zelf ook even, zodat je weet dat je het op een goede manier intypt. En dat je het ook op een goede manier afrondt. Maar dit is eigenlijk de theorie als ik het heb over vergrotingsfactoren en voornamelijk over de vergrotingsfactoren van de inhoud. Succes!